In Flevolandse natuurgebieden wordt de komende tijd extra gecontroleerd op loslopende en jagende honden. Dat gebeurt omdat er meer meldingen binnenkomen van honden die wilde dieren opjagen en doden. Wij maken niet voor niks regels en aan die regels moeten mensen zich ook gewoon houden. Want ja, er zitten gewoon reeën in dat gebied en wij willen absoluut niet dat honden achter reeën aan gaan jagen. In Zeewolde heeft een loslopende hond pas geleden een ree gedood. En ook in Lelystad werden deze week reeën opgejaagd door een hond, met nare gevolgen. Een van die reeën is de lage vaart ingevlogen. Ja, die heeft een heel stukje door het water moeten zwemmen. Ik kwam op een gegeven moment op de kant, ja, lag daar helemaal te beven en te schudden. Nou goed, dat is iets wat gewoon niet kan. Ook hondenbezitters die vinden dat ze een hond volledig onder controle hebben, moeten nog een keer extra nadenken of ze de riem thuis laten, vindt Staatsbosbeheer. Als honden reeën opjagen, dan kunnen ze in rasters vliegen, ze kunnen tegen hekken aangaan, ze kunnen overwegen ingaan met alle gevolgen van dien. Wanneer er de jongen in het spel zijn, kunnen die worden afgestoten. Dus het zijn allemaal dingen die meespelen. Kleinwild zoals konijnen, hazen die op de loop gaan, vogels die in het bos zitten. Ja, het is gewoon heel breed en een hond heeft gewoon een jachtinstinct. Ja, ziet hij wat bewegen, dan is hij nieuwsgierig, gaat hij erachteraan of kan hij erachteraan gaan. Ja, en als je dat weet van je hond, dan moet je hem gewoon aan de lijn houden, vinden wij. Als hondenbezitters zich niet aan de regels houden die gelden in een natuurgebied, dan zijn ze strafbaar. Controleurs kunnen dan zware boetes opleggen die kunnen oplopen tot een paar honderd euro. Natuurmonumenten krijgt bijna 7 miljoen euro van de postcode loterij voor de aanleg van de Markerwadden in het Markermeer. Dat bleek gisteravond tijdens de tv-uitzending van RTL Late Night. De postcode loterij geeft het geld aan natuurmonumenten in het kader van het jaarlijkse Goed Geld Gala. De Markerwadden bestaat uit nieuwe eilanden die worden aangelegd in het Markermeer. De eilandengroep moet de waterkwaliteit verbeteren en het gebied aantrekkelijker maken voor dieren en recreanten. Kritische opmerkingen en vragen. Heel veel vragen. Dat was gisteravond het beeld op de Politieke Markt in Almere, waar werd gesproken over de Floriade. En de kritiek kwam niet alleen van tegenstanders van de wereldtuinbouwtentoonstelling. Ook partijen die het evenement wel zien zitten, zijn er niet gerust op dat het goed gaat. Ik denk dat het met zulke grote projecten goed is om kritisch te zijn. Ik heb het ook vergeleken met een schip wat op het strand is vastgelopen en wacht op springtij om met een aantal flinke sleepboten vlotgetrokken te worden. Er is nu een nieuwe kapitein, een nieuwe programmadirecteur aangesteld. En er moet nu gewoon gehandeld worden, want het schip moet vlot getrokken worden. Nou, en daarnaast ligt er ook nog, en zo heb ik het letterlijk genoemd, de nodige ballast. Er moeten afspraken worden gemaakt, de camping moet verhuizen. Er moeten goede afspraken worden gemaakt met Haddock. En als we dat afgerond hebben, dan kunnen we een nieuwe koers inslaan en volle vaart vooruit. Dat er hard aan het project getrokken moet worden, is ook het geluid dat de VVD laat horen. Deze kritiek die wij leveren, zoals u dat noemt, dat doen we met één doel om de Floriade tot een succesvol evenement te maken. En dan moeten we wekelijks met de portefeuillehouder zitten en wij lopen niet weg voor moeilijke gesprekken, maar de gesprekken moeten gevoerd worden met als doel een succesvolle Floriade van en voor de stad. Een andere voorstander, de ChristenUnie, lijkt steeds meer aan het hele project te gaan twijfelen. Er moet bijgestuurd worden. En als dat niet gebeurt, kan het zo zijn dat de ChristenUnie dan ook in dat tegenkamp terechtkomt? Ik heb vanavond gezegd, als je met een roeiboot het kanaal over wil steken, dat kun je heel moedig noemen en je kan heel graag naar Engeland willen. Maar als die roeiboot niet op orde is, dan kun je het beter niet doen. De gemeente Almere heeft niet zorgvuldig gekeken of het flatgebouw Oranjehuis op de huidige plek in Almerepoort wel kan staan. Ook is de communicatie naar omwonenden niet goed verlopen, maar dat is niet bewust gebeurd. Dat zei wethouder Fraukje de Jonge donderdagavond tijdens een raadsbijeenkomst over het Oranjehuis. Omwonenden spraken in en uiten hun boosheid over de slechte communicatie van de gemeente. Pas onlangs hoorden ze dat in het 7-etage hoge gebouw een opvanghuis voor vrouwen en kinderen komt die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. De zonnepanelen op hun huizen werken door de slagschaduw van het hoge gebouw minder goed en ze vrezen voor hun privacy. Met voorop de PVV was de raad kritisch over de ene na de andere blunder. De PVV wil met een feiten helaas weten of er geen juridische fouten zijn gemaakt. Wij hebben het zeer grondige vermoeden dat bij de communicatie van de plek waar het nu wordt gebouwd, dat daar wettelijk een aantal stappen zijn overgeslagen die wel hadden moeten worden gedaan. En als blijkt dat er in een bepaald traject echt fouten zijn gemaakt die ook juridische gevolgen hebben, dan heeft het enorme consequenties. Want dat zou in het meest extreme geval kunnen betekenen dat het gebouw moet worden afgebroken. Wethouder De Jonge wilde geen interview geven, maar erkende in de vergadering dat de communicatie niet goed is gegaan. Ze bood excuses aan.
Ook gaf ze toe dat bij het beoordelen van de huidige locatie van het Oranjehuis niet goed is onderzocht welke gevolgen het gebouw heeft op de omliggende zonnehuizen. Omwonenden zijn blij dat de gemeenteraad zich voor hen inspant. Maar blij met het Oranjehuis zijn ze niet. Het streven is ook dat het gebouw gewoon neergehaald wordt. Daar gaan we eigenlijk voor. Dat willen we. Dat is onze doelstelling. Ik denk dat een financiële compensatie het best van pas zou komen. Dat kan iedereen gewoon zelf bekijken. De gemeente gaat op 14 februari met de omwonenden in gesprek. De wethouder stelde voor dat een extern bureau per bewoner kijkt hoe de problemen kunnen worden opgelost. Op verkiezingsborden in Lelystad hangt sinds gisteren ook een poster van de lokale inwonerspartij. Dit terwijl die partij helemaal niet meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. De partij zegt op een grappige manier een statement te willen maken. Op de poster wordt gebruik gemaakt van aangepaste logo's van 50+. Zo staat er de tekst 10+, 30+ en 70+ op. Fractievoorzitter Luc Baten zegt dat de inwonerspartij er voor iedereen wil zijn en niet voor één specifieke doelgroep.